Brandweer Twente had tegen 2 uur al zo'n 450 meldingen van stormschade binnen in heel Twente. Het betreft omgewaaide bomen, bomen over de weg, afgewaaide takken. Rondom Almelo waren er 75 stormschademeldingen. Maar men verwacht dat het aantal in de loop van de dag nog wel zal oplopen. Een rondgang door het centrum van Almelo leverde de volgende beelden op.